Leerkrachten van de lagere school te Peking Saron in Para zijn de situatie waaronder zij werken beu. Met name het ontbreken van elektriciteit en schoon drinkwater vinden deze onderwijsgevenden niet normaal. Volgens Somora Snow is het personeel van de school genoodzaakt naar de stad af te reizen omdat er weinig te koop is in het dorp. Ook het schoolvervoer dat de scholieren van en naar school brengt laat vaak de wensen over. Hoewel ze het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur nog niet officieel hebben gesproken over de onmenselijke situatie, meent Snow dat het departement wel op de hoogte is van deze problemen. We beschikken niet over water. Je ziet het zelf, er zijn enkele tanken. We moeten wachten op de regen. Voor de rest wordt het niet gepompt. Ik weet niet hoe dat geschiet hier in het dorp, maar we beschikken niet over water. Dat is nummer 1. 2. Die dierotanks worden zelf ook niet schoongemaakt. Ik weet niet of het des schoonmaakster moet geschieden of als het door ons gedaan moet worden, weten we ook niet. Maar we hebben alleen maar todoberes erin. Ja toch? We kunnen hem alleen maar gebruiken voor eigen gebruik om te baden en dat soort dingen. Maar koken en zo moeten we hem eerst uitkoken. Dus het vergt veel. Ten tweede wat ik kan aangeven is elektriciteit. Daarmee hebben we vaak te kampen. Slechts 2 weken in oktober, dus pas 2 weken maar hebben we stroom ontvangen. Het was nog geen 2 weken als ik het goed heb voor het jaar 2017. En als je die leerkrachten wilt motiveren, neem ik aan dat zonder stroom we het niet halen. Snow betreurt het dat er geen contact is met het dorpsbestuur. Er is nooit een officiële kennismaking geweest met de dorpleiding die nu al 7 jaar aanzit. De veiligheid van leerkrachten op de school is volgens haar ook niet gegarandeerd. Ik weet niet of er een bestuur is in het dorp, ik weet niet of er een oudercommissie is. Qua die leerlingen, daarover zal ik niet echt veel praten, maar qua die oudercommissie en al dat soort dingen weet ik zelf ook niet. Dus we hebben nog enkele andere dingen die ik wel kan aangeven, maar ik laat het liever over voor de dorpelingen om dat liever aan te geven. Ja, maar als ik het over de school moet hebben, is het specifiek onze woningen die er niet goed uitzien. Niet binnen, niet buiten. U kunt zelf zien, daar is er een magazijn die half shutters heeft. U weet ook al wat het al inhoudt. Om binnen te lachen is 5 cent. Weet u wat 5 cent is? Ik kan niet eens een snoeper mee kopen. Maar dat kreeg ik als ontberingstoelage op mijn loonslip. Ontberingen dat ik hier moet nemen. De hitte, ik kan geen ventilator aan. S'avonds moet ik mijn shutters zelfs openmaken. Een keer is het zo geweest dat ik mijn shutters en ik mijn nieuwjakken. Door het hitte kan ik geen kleren aantrekken als ik slaap. Echt waar. En er was iemand aan mijn shutters komen wriemelen. Echt waar. En ik heb hem toevallig gezien. Michel Mang, dat mijn body. Hoi, dat long. De stem van de leerkracht Ingrid Lino en daarvoor Somora Snow. Zij zijn ontevreden over de situatie waaronder de leerkrachten moeten werken op de lagere school van Peking Saron.